Dag 5 van de lockdown hier in Frankrijk. Het leven die gaat door. Gisteren nieuwe cijfers. Mensen blijven sterven, mensen blijven besmet geraken. Maar er is een klein positief puntje. De cijfers lagen gisteravond iets lager dan de dag ervoor. Dus wie weet is het al een klein beetje aan het draaien hier in Frankrijk. Wat wel aan het draaien is, dat is het weer. Het was gisteren nog heel erg zomers. Korte broek, t-shirt aan, lekker werken in de tuin. Ook een beetje fysieke oefeningen gedaan in de tuin, dat is ook wel belangrijk. Maar plots, zo in de late namiddag, rond 4 uur, 4:30, kwamen er donkere wolken aan de horizon en hebben we een uur lang onweer gehad. Het heeft fel gedonderd, het heeft ook geregend. Vanmorgen was het eigenlijk heel erg mistig en grijs. Nu prikt de zon door het wolkendek heen, maar het is toch een pak frisser. Ik heb een trui moeten aandoen. Er is ook best wel wind vandaag, dus het weer is veranderd. En de komende dagen zal het zonnig blijven, maar vooral gaan afkoelen. Dus ik vrees dat ik wat meer binnen zal moeten zitten. Wat activiteiten betreft, ik heb niet meer zoveel werk in de tuin. Ik ga deze namiddag nog een klein beetje verder doen in het kleine hoekje daarachter. Weet je nog, met de appelboom en de pruimenboom en mijn groen afval. Daar is nog een klein beetje werk te doen, maar voor de rest zit het er voorlopig toch voor een groot deel op. Het is ook zo dat mijn ander werk, het bureauwerk, dat begint ook naar een einde toe lopen. Het boek op verhaal komen in de Westhoek hebben volgende week al nog een beetje werk aan, maar dat zal dan ook afgerond worden. Ik heb nog een ander projectje staan, maar dat zal ook niet zo heel veel werk in beslag nemen. En voor de rest heb ik dan heel weinig te doen, al staat er heel veel op de planning. Maar het probleem is dat we niet kunnen plannen. We weten niet hoe lang dit zal duren. Ik weet niet wanneer ik terug naar België zal kunnen gaan om daar eventueel lezingen, concerten, vergaderingen te doen. Er zijn ook heel veel vragen over wanneer gaan we dit of dat gaan publiceren, wanneer gaan we iets lanceren. Dat weten we helemaal niet. Heel veel onzekerheid. En dat zorgt er dus voor dat ik zo langzaamaan werkloos aan het worden ben. Jullie kunnen wel nog altijd boeken kopen. Gisteren stond trouwens op de Facebookpagina van Standaard Boekhandel dat ze vanaf nu gratis leveren. Dus hoe klein die bestelling ook, hoef je geen portkosten te betalen. Dus het is echt wel het moment om Bron van Pijn of De Klap te gaan bestellen. En als het de nieren, kijk ik er echt wel naar uit om eens mijn terrein te gaan verlaten. Ik denk dat ik toch deze namiddag of misschien morgen eens zo'n formulier ga invullen. Ik heb nog geen boodschappen nodig, het lukt wel nog een paar dagen. Maar ik ga misschien toch eens Bas laten een stukje lopen, want die loopt hier gewoon rond in die tuin en ik zie dat hij zich ook verveelt. En ik wil ook wel eens iets anders zien dan gewoon de muren van mijn huis en alles wat daar rond is. Dus misschien toch een heel kleine wandeling doen, niet ver, gewoon wat mag. En ik weet niet of ik het vanmiddag doe of morgen. We zien wel en dan breng ik wel verslag uit een van de komende vlogjes. Ik wil jullie trouwens bedanken voor de vele reacties die ik krijg. Heel veel mensen sturen mij berichtjes via de verschillende kanalen, Instagram of via Facebook of via WhatsApp of via YouTube. Want hieronder kun je ook gewoon een berichtje sturen. Dat het eigenlijk echt wel deugd, want ik begin toch langzaamaan dat sociale contact te gaan missen hier. Ik zie af en toe eens mijn buurman passeren. We zeggen wel eens goeiedag. Maar daar blijft het ook bij. Het is nu zaterdag en dat is normaal het moment dat ik nu terug voor een dag of twee in Razou ben om mijn geliefde te zien. Maar dat is ook helemaal niet het geval. Dus het wordt zo langzaamaan een beetje triest. Dus stuur mij gerust berichtjes. Ik heb het heel graag en ik zal ze ook zoveel mogelijk beantwoorden natuurlijk. En doe dat misschien ook met andere mensen die je kent. Sommige van jullie zitten in quarantaine met je geliefde of met de kinderen, met het gezin. Maar heel veel onder ons die zitten echt wel helemaal alleen. Dus stuur mensen eens een berichtje dat het gewoon deugt. Vergeet elkaar in deze tijden zeker niet. Nu afsluiten ga ik met iets heel leuks doen. Ik heb gisteren in de late namiddag, en de mensen die mij volgen op Instagram, die weten dat al, ik heb het in mijn verhaal gepost. Ik heb iets ontdekt in mijn huis. En dat is eigenlijk wel heel straf. Nu, ik neem jullie even mee en dan leg ik het uit. Wacht hoor. Even de camera in de hand nemen. Dus ik heb hier om de hoek heb ik een trap, ik heb die gisteren getoond. En die trap die gaat naar mijn zolder, waar mijn toilet is en mijn douche is. Dus ik passeer er elke dag verschillende keren. En gisteren vond ik er plots iets wat ik nog nooit had gezien. Ik toon het even. Dit is een amoliet
Ik heb er ooit eens een vlog over gemaakt. Het is eigenlijk een miljoenen jaar oud fossiel die wij hier heel vaak terugvinden in de velden. En blijkbaar heeft men er eentje verwerkt of een stuk steen die men hier in de buurt gevonden heeft verwerkt in mijn deuromlijsting om dus naar de zolder te gaan. En dat is echt wel straf. Ik woon hier nu al vele maanden. Ik ga verschillende keren per dag die trap op. Ik neem die deur en ik had dat nog nooit gezien. Dus misschien een van de voordelen van deze onvrijwillige opsluiting is dat je gewoon wat meer tijd neemt, wat meer rondkijkt en plots heel leuke dingen gaat ontdekken. Goed, de zon geeft toch een beetje warmte. Ik ga eerst iets eten, het is nu middag, en dan daarna wat in de tuin werken. Gauw jullie kloek daar thuis in België, Nederland of waar je ook bevindt. En tot morgen.